Is het niet zo heel lang dat ze aan het optreden is? Ze laat het horen voor jullie zuster uit jullie eigen stad. Hier is Eloa! Ja, zoals jullie zien hebben, ik ben dik. Nee, dit is geen oh, ik vind het niet erg. Ik heb ervoor gekozen. Ik ben dik omdat ik een emotionele eter ben. Vol emotie. Jij kent het, hè? Ik eet als ik verdrietig ben. Als ik blij ben. Als ik gelukkig ben. Als ik ongelukkig ben. Eigenlijk eet ik ja, altijd. Maar weet je wat het mooiste is? Als ik naar jou kijk, weet ik hoe ik jou zou eten. Wat voor een Eloa! Ik vond het verschrikkelijk eng. Ik heb wel een paar mensen horen lachen, dus volgens mij viel het niet zo tegen. En ik ben heel erg trots op mezelf. I nailed it. So yeah! Eloa deelt vanavond het podium met zeer ervaren comedians zoals Jurgen Rijman en Howard Komproe. Maar voor haar is het pas de derde keer dat ze op het podium staat. Ik heb mee mogen doen met eigenlijk mijn comedy god, Jeffrey Spoorwijk. Die heeft mij een cursus aangeboden van een aantal weken. En toen dacht jij, daar ga ik aan gaan. Nou, ik heb er heel lang getwijfeld van, ja, dat moet ik doen. En het vervelende is, wat het ergste is van dat soort dingen is, dat je vrienden altijd tegen je zeggen hoe grappig je bent. En wat daarbij leuk aan is, betalen hun maar. Ze vinden die allemaal grappig. En nu zijn ze allemaal aan het bellen voor kijkers om naar binnen te komen. Als je maar grappig vindt, betaal gewoon. Mijn hele vieze grappen. Dat als je echt dat je dan moet overgeven, anders heb je het niet goed gemaakt. Die? Nee? Niet doen? Ja, nee, nee, niet? Ah, Oké. Eigenlijk is mijn stijl mijzelf zijn. Want wat ik doe is, ik praat over mezelf. Ik vind mensen in Nederland en over de wereld veel te zuur. En ik vind dat mensen heel veel meer moeten lachen. En als ik daar een steentje kan bijdragen, graag. Eloa werkt al jaren bij de televisie. En achter de schermen werkte ze mee aan comedyprogramma's zoals Rijman is Laat en The Comedy Factory. Ze heeft jarenlang samengewerkt met comedians zoals Jurgen Rijman en Jandino Asperaat. Ik heb haar altijd heel grappig gevonden en ja, ik was ook heel bang, dus ik lachte sowieso om haar. Ja, Eloa heeft van die ogen, als je aankijkt, ja, dan lach je vanzelf van angst. Maar she's a funny girl, zonder meer. Nou, wat ik interessant vind is dat Eloa iets doet wat ik nooit heb gedurfd. Kijk, zij heeft in de loop van haar leven heel veel comedy gezien en heeft toen besloten om dat zelf te gaan doen. Ik heb iets soortgelijks, maar dan met porno. Hé, hey, behoort het nagels pijn te doen? Nee, het is niet gewend, toch? Maar ik kan er wel zo lachen. Mijn laatste tip voor Eloa. Doe het niet zoals Howard en Murten doen. Dat is mijn enige tip. Dan kom je ver. Ja, mother... Mijn toekomstdroom is gewoon mensen laten lachen. Ik kan zeggen, ja, ik wil graag mijn eigen televisieprogramma. Ik wil eigenlijk in een hele grote hal staan. Ik wil gewoon gelukkig zijn, man. Van huilen word je lelijk en chagrijnig zijn ook. Ja, toch? Wat smaakt je meer? Heel erg. Heel erg. Deze adrenaline zou ik met iedereen willen delen. Zou er gelijk geen junkies zijn op de wereld? Weet toch? Dit is echt de shit.